Hallo allemaal, hier ben ik weer, Dilara Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Nou lieve mensen, ik ga het met jullie hebben. Gaan we natuurlijk gewoon verder met het volgende deel, met de geheime magische betekenissen achter woorden. Ja, woordenetymologie, woordenalchemie, de origine van woorden en wat ze voor krachten hebben. Dus ik ga jullie wat een stukje verder vertellen over de geschiedenis. Nou, hadden we het natuurlijk in de voorgaande delen had ik het over de zonvloed en Noach. En dat er heel veel dingen uit de geschiedenis natuurlijk zijn gehaald die verdekt zijn geworden waar we niets meer van weten. Zoals het land van Mu. En het land van Mu, zoals ik het eerst vertelde, dat het ook dat Pangea eigenlijk het land van Mu of Lemuria ook wel eens genoemd werd. Dat is later een beetje verbasterd, of in ieder geval andere continenten geworden, dus losse continenten. En het land van Mu lag in Azië. Dat is dus daarvoor te gaan zetten, zeg maar. Dat was nog dat mooie continent dat er nog over was eigenlijk van die hele zonvloed. Daar spraken ze dus Mu. En met Moon, dan hadden ze, dat was dus een taal waar alleen maar positieve energie in voortgegeven werd. Dat was de oorsprong van de taal van de mens. Kon ik het maar spreken? Ik heb geen idee. Misschien moet ik ergens nog terug in mijn geschiedenis van mijn reïncarnaties of zo. Want we hebben natuurlijk gigantisch veel reïncarnaties gehad. Ergens hebben we het vast zelf allemaal meegemaakt en beleefd. Maar de Chinezen en de Japanners, dan zie je ook eigenlijk de geschiedenis terug. Die hebben het heel erg veel over leviteren. Ja, de chi-kracht, ki, hoe het ook wel eens genoemd wordt. Die zijn nog heel erg gefocust eigenlijk op hun krachten in hun. In de westerse wereld zie je dat bijna niet meer. Je ziet alleen nog maar een beetje fysieke kracht, weet je wel. Maar je ziet helemaal geen geestelijke kracht meer. Of de kracht die uit jouw oerinstinct komt eigenlijk. De chi-kracht. Ja, dat zijn eigenlijk dynamo's in het lichaam. Die je kan aanzetten en draaien en waar je warmte door voelt, maar ook energie uit voelt of magnetische energie waar je mee kan magnetiseren. Daar komt dat woord ook alweer vandaan. Nou, wordt natuurlijk allemaal ontkracht door de huidige wetenschap. Nou, we weten onderhand wie dat zijn. Deze duistere magiërs om jou natuurlijk ver weg te houden van de waarheid. Het land van Mu waren de Oeigaren, als ik het zo zeg. De Oeigoaren. De Oeigoaren, een rondtrekkende stammen. Ze maakten deel uit van een krachtig ras dat lang voor de beroering van het moedercontinent veroorzaakte wegtrok. Nou, dit hele moedercontinent, dat was dat Pangea, dat is ten val gekomen door deze zonvloed. En het land van Mu is later ook weggezonken. Of het is er niet meer. Er is ook waarschijnlijk iets gebeurd door negatieve invloeden. Dan had je natuurlijk nog Atlantis en Lemurië. En zoals je het hier op de kaart ziet, nou, dat was dan het land van Mu. Ja, dus in Azië. En waarvan Lemurië wordt gezegd dat dat in Hawaii lag. Of in ieder geval de eilanden van Hawaii, dat Lemurië was. Nou, ik kan me er ergens wel iets bij voorstellen. Ik ben zelf in Hawaii geweest en ik vond echt dat er een hele hoge energie ligt. En ook, ja, die vrouwen met die mooie lange haren tot aan hun enkels. Zelfs in een knoop was het nog tot aan hun enkels. En de vrolijkheid, de liefde van die eilanden, de pracht en de praal. En die mooie vissen allemaal. Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen dat dat wel een heel bijzonder plek is geweest. Het is ook een continent geweest. Dus het zou Lemurië kunnen zijn. Of dat kan ik niet met zekerheid zeggen, maar ja, je ziet hier iets op de kaart. Dan had je Atlantis. Ja, waarvan ze natuurlijk zeggen dat het in de Atlantische Oceaan heeft gelegen. Ja, ik kan me daar ook weer heel goed iets bij voorstellen. Want ja, waarom noemen ze het anders Atlantische Oceaan, hè? En je hebt ook Atlas of heel veel dingen die in de Atlantis zijn vernoemd. Nou, het land van Mu, daar komt ook het woord muziek vandaan. Maar niet op de manier zoals we het nu eigenlijk uitspreken, hè? Het heette vroeger muziek. En het waren de muzen, dat waren de godinnen, ja, de muzen noemden ze dat. Muziek, mu, komt van het land mu, ja. En muzen, de klanken van de godinnen, later hebben ze dat muziek van gemaakt. En toen kwam muziek, en in Duitsland zeg je ook muziek, en in Engels zeg je music. En ja, in sommige talen zul je het misschien net even anders noemen, maar in onze Germaanse talen heeft het een negatieve belading eigenlijk, mu. Ziek. Ja, en de Mu komt dus nog van de muze van het land van Mu. Maar ziek
is natuurlijk gewoon een negatieve benaming. En ziek komt van het woord ill. En ill komt van het woord evil, zoals ik jullie dat eerder had vertelde. En evil of wicked. En evil is natuurlijk iets slechts. Hè? Je bent evil met jezelf. Duivels met jezelf eigenlijk. Hè? Slecht, een slechte persoonlijkheid of slecht bezig met jezelf. Of je bent omgeven van slechte mensen. Dus ill en ziek, dat ontstaat dus doordat je beïnvloeding hebt of dat je jezelf uit balans haalt door negatieve energie. Hè? Dus zelfkritiek bijvoorbeeld. Of dat je dus je laat beïnvloeden door negatieve mensen die om je heen zijn. En je merkt het ook als mensen heel negatief zijn of een depressie hebben of weet ik veel wat. Ze zuigen je leeg. Of je krijgt er zelf hoofdpijn van. Als iemand continu hier loopt te zeuren en te zaniken en weet ik het allemaal. Nou, dan heb je van, ik ga weg bij die persoon hoor. Dan wil ik echt niet bij in de buurt zijn. Niemand houdt het vol bij een negatief mens. Tenzij je zo'n gigantische schuldgevoel hebt. Dat je zo wilt dat je je best doet dat diegene maar alsjeblieft verandert. Of als diegene maar niet doodgaat. Of omdat diegene altijd maar in zijn eigen emotie loopt weg te kwijnen. Dat jij je nog schuldig voelt dat diegene zich zo voelt. Nou. In ieder geval, wat gebeurt er? Dan word je slachtoffer. En dan krijg je dus een offer voor de slacht. Dus jij offert jezelf, net als wat ik al heb verteld over die tempel van Baal en weet ik het allemaal. Hè, die afgoderij. Dan ga je jezelf dus opofferen. Nou, en opofferen, dat willen we dus niet meer. Dus daarom gaan we het woord slachtoffer aan de kant duwen. We zijn geen slachtoffer, we zijn geen offers meer voor de slacht. Ja, want ja, hun aten dus hun offers. En nog steeds, ja, die kringen zijn er nog steeds, jongens, onder de allerhoogste pieven hier zo. Van deze aarde, die zichzelf overal hebben ingemanoeuvreerd om macht te hebben over de mensheid. Ook nog het woord, ik baal ervan. Ja. Nou, je weet nu dus dat het woord baal erin voortkomt. Of dat is balen. Nou, daar wil je dus ook niets meer mee te maken hebben. Want je wil niet balen en met baal te maken hebben, überhaupt niets. Dus daar komen dat soort woorden allemaal vandaan. Dat je echt denkt, oh my god, dat ga ik dus ook nooit meer zeggen. Muziek, even terug te gaan naar de muzen. Waarom hebben ze er ziek van gemaakt? Omdat muziek je ook werkelijk echt ziek kan maken. Maar het kan je ook genezen. En het zou eigenlijk juist een geneeskracht moeten zijn. En zo was het eigenlijk ook. Want de klanken van de godinnen, dat waren echt geen negatieve, beladen energiemuziek. Want dat waren de klanken van de godinnen. Anders waren het geen godinnen. Dan waren het wel heavy metal rocksterren of zoiets. Maar de klanken van de godinnen. Dus hoge vibraties en hoge muziek met een juiste frequentie liften je op. En daar word je... Ja, daar word je gezond van en daar word je, dat heelt je. Hè? Als je prachtige muziek hoort, dan denk je, oh heerlijk, dat kan je raken op een positieve manier. Ja? Dat kan je hart openen, dat kan je in hogere sferen brengen. Luister eens maar naar trance muziek. Waarom noemen ze het trance? In trance. Je gaat ook werkelijk in trance. Je wordt meegenomen in een verhaal of in een muziek. Je gaat in een dans terechtkomen. Je bent eventjes buiten jezelf aan het treden. Dus transmuziek kan iets heel positiefs op je hebben, tenzij het een negatieve belading heeft. Dus bijvoorbeeld happy hardcore is dan nog even net anders, is vrolijk. Maar luister dus naar de tekst, is heel belangrijk. Dat je dus naar songteksten luistert, dat je weet wat er gesproken wordt. En dat je deze energie niet in je leven toelaat als het negatief is. Hè? Nou heb je bijvoorbeeld een walgelijk lied. Ik ben kind van de duivel. Ik vind het echt vreselijk, kan het niet eens uitspreken. Maar deze teksten, dat zijn mantra's. Ja? Dus programmaties waar jij jezelf en je kinderen of wie dan ook, wie er naar luistert, jezelf programmeert. Met deze hele baal-worshipping, ja. En daar wil je toch helemaal niets mee te maken hebben, jongens. Dus luister niet naar negatieve muziek die jou negatief kan beïnvloeden. Dus muziek kan jou ziek maken, hè. Ik bedoel, als jij house op hebt staan en je rijdt in de auto, nou, dan ga je gewoon 200 kilometer harder rijden. Omdat je gewoon, je wilt vooruit. Hoor je naar...
dit soort monstercore, of luister je naar heavy metal of extreme en agressieve muziek, dan heb je ook zin om andere mensen hun hersenpan in te slaan. Ja, ik wil in ieder geval. Wie ga ik zijn hersenen inslaan? Dus ja, weet je, muziek heel belangrijk. Luister naar uplifting muziek. Je hebt bijvoorbeeld ook als je happy muziek hebt, rock'n'roll, heb je zin om te dansen. Klassieke muziek, nou, ik vind klassieke muziek niet altijd even positief. Ik bedoel, je had ook hele sombere klassieke muziek. Dat je echt denkt van, wat een drama. Het is veel drama muziek, echt. Klassieke muziek kan veel drama hebben. Het kan ook een verhaal vertellen. Maar ja, daar was het nog redelijk een soort van oké, vanaf klassieke muziek. Nou, en ik denk volgens mij vanaf de 60, 70 jaren is het helemaal bergafwaarts gegaan. Volgens mij met de Beatles is het helemaal verkeerd gegaan. Nou, als je ook ziet waar die zich allemaal mee hebben bezig gehouden, dat je echt denkt, oh my god, nou, dat is ook allemaal die Baal-worshippers. En ja, zo hebben ze natuurlijk muziek gigantisch misbruikt. En hebben ze het medium natuurlijk, tv, radio en alle andere mogelijkheden, dus volgens het internet nu dan, wat sinds de jaren 90 heel erg upcoming is natuurlijk, het internet. Maar ja, hebben ze dat natuurlijk helemaal misbruikt en hebben ze dat als medium gebruikt. Of als medium komt eigenlijk ook uit het woord van verbinding. Hè? Medium is een verbinding maken tussen. En hun hebben dus een verbinding gemaakt tussen hun en de mens. Door middel van radio, tv en internet. En de liedjes hebben ze afgespeeld om de mensen te kunnen programmeren wereldwijd met hun baal-worshipping op programmaties, hun duistere magische krachten, waarvan zij zich al lang bewust waren dat dit kan en dat mensen te programmeren zijn door herhaling. Dus als jij een deuntje in je hoofd hebt, dan denk je, oh, dat is een leuk deuntje, maar het heeft een vreselijke tekst, ja, en je gaat dit continu voor jezelf herhalen, dan neem je dus deze duivelse krachten mee in je huis of mee in jouw systeem, in jouw leven. En ze doen er zelfs rituelen mee. Ja, dat weten wij allemaal misschien niet, omdat je daar niet over nadenkt. Maar ze doen rituelen, want dat is dat geloof, dat is die religie, die met hun muziek als een cd-release doen of een nieuw nummer uitbrengen, die dus deze duivelse teksten bezitten, of negatieve beladen teksten, doen ze een ritueel ermee, zodat je ook deze baal-worshipping meeneemt in jouw leefruimte of in jouw levensenergie. Je hebt zelfs dat je de liedjes reversed kan luisteren. Nou, echt, dat moet je echt eens doen. Luister eens naar muziek backwards. Ja, dus je kan op YouTube kan je heel veel muziek reversed vinden. Nou, dan weet je niet wat je hoort. Ja, echt de meest gruwelijke dingen. Satan hier, Satan daar. Heil Satan, weet ik het veel, wat allemaal. En ja, sommige zijn ook wel echt hilarisch. Want sommige mensen die dan die YouTube-video's maken, ja, je legt helemaal in de deuk. Want die staan helemaal. Wordt het echt daadwerkelijk gezegd? Dat is echt heel erg grappig. Maar dus die dingen die gebeuren gewoon echt in ons dagelijks leven. Het wordt lijkt wel erger en erger. Dat hebben ze als medium gebruikt om mensen dus negatief te beïnvloeden en daardoor dus ook ziek kunnen worden. Luister dus altijd naar positieve muziek, uplifting teksten en geen waardeloze shit muziek die jij in je leven toelaat om jezelf te besmetten met hun walgelijkheden en daarvan ziek kan worden. Waarom zingt men ook nummers poëtisch? Ja? Dus waarom rijmt men? Omdat het toverspreuken zijn. Toverspreuken zie je ook altijd terug, ook in sprookjes, dat het rijmwoorden zijn, ja, rijmpjes. En poëtisch is het eigenlijk. En dit heeft meer kracht. Het raakt je ook weer. Als je een prachtig gedicht hoort, ja, dat je denkt, oh, wauw, dit klopt zo. Dat is ook weer volgens een grammatica eigenlijk, maar ook volgens een volgorde die precies in elkaar valt. Het is eigenlijk weer een puzzelstuk of een sleutel wat het slot openbreekt om jou te raken. Dus je hart raakt. En dat kan zowel negatief als positief zijn. En daarom hebben levensliederen die zoveel waarheid bezitten en ook zo goed gerijmd zijn, ook zo'n succes. En dan heb ik natuurlijk nog mijn bijzondere affirmatieposters. Het zijn 6 verschillende posters. Ik heb ze hier.
met helemaal in een positieve taal. Dus eigenlijk de taal zoals het bedoeld is voor ons allemaal om in zijn positieve energie te houden. Dus sommige woorden heb ik gewoon veranderd en geen negatieve invloed zoals like en allemaal dat soort dingen heb ik er dus uitgehaald. Nou, lieve mensen, ben je nog geen abonnee? Druk dan hier beneden op de knop abonneren en mis geen enkele video of meer van mij. Doei!